Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video van Sipley en Friends. En vandaag is de superleuke video van een nieuw paard kopen. En jullie hebben geen idee welk paard ik ga kopen. Maar dat maakt niet uit. We zijn hier in die Jorvik, what the fuck. Bij de Gouden Heuvel in Vellei is dan van het Gulden Blad. Want hier staat heel mysterieus een Noord-Zweed in een kleur die nog niet uit is gekomen. En ik heb het doorgekregen van ook een Star Stable speler op Instagram. En ja, het is een soort van mix met, ik weet niet, een soort halflinger. Ja, halflinger Noord-Zweed of zo. Maar hij is best wel mooi. Maar hij is dus nog niet uit. En waarschijnlijk komt hij als er nieuwe paarden uitkomen. Komt hij waarschijnlijk hier te staan. Maar dat weet ik ook nog niet. Ik denk dat ze echt heel veel Noord-Zweden gaan uitbrengen. Want eerst waren er ook al zoveel. Maar ik... mijn stem. Ik ga jullie vertellen welk paard ik ga kopen. Ik ga namelijk Winter Diamond kopen. Yay! Ik ga de witte Connemara kopen, omdat ja, ik wil die toch wel best wel graag. En misschien dat ik daarna wel die Noord-Zweed een keer kan kopen. Maar ik heb er nog eens een paar keer goed naar gekeken en foto's van ze allebei gemaakt en ze naast elkaar gezet. En dan vond ik, denk ik, Winter Diamond toch wel leuker. Dus ja, ik heb geen idee waar ik naartoe ren eigenlijk. Want ik kan net zo goed Home Stable bellen en naar Dundel gaan. Maar laten we het maar zo doen. Oh ja, en trouwens. Mensen uit mijn klas die kijken mijn video's. En die zitten mij daarmee te treiteren. En dat is op zich niet zo erg. Maar ik vind het gewoon stom dat ze daarmee door blijven gaan. Dus ja, hou er maar gewoon mee op. Als je deze video kijkt. Want ja, je bent echt niet stoer of zo. Maar ik heb het even gezegd. Verder boeit het me echt niet. Maar... ja, dat vind ik wel stom. En ik heb 66 abonnees. Yay. Nu gaan we hier even wachten op de Ford Pinto boot. En dan kunnen we even naar de paardenmarkt. Want dat wil ik hoop op. Leuk. Maakt me niet uit. Leuk dat je terug bent, Samantha. Ik heb geen idee hoe het mogelijk is dat je opeens weer in de club zit. Maar dat zal wel. Even naar lid maken. Ik ga even in clubchat zeggen. Wie komt naar Dundel? Ik ga paard kopen. Zo. Oké, ik zie jullie zo meteen. Oké, hier zijn we weer. Ik had eventjes iets besproken op Skype. Mijn achtergrondgeluid van Star Stable staat trouwens uit, want... ja, ik was gisteren muziek aan het luisteren en dan was dat niet zo heel erg fijn. Maar dat maakt niet uit. Er is een... oh, hij laat niet. Ja. Er is een Noord-Zweed paard, volgens mij. Kijk. Hier, deze. En die vind ik best wel op die ene in dingen lijken, Gouden Vlei. Maar dan is het zeg maar een mix van dit beest en dat beest samen. En dan nog de nieuwe versie ervan, zeg maar. Ik moest ook een beetje aan deze knol denken. Maar er zijn best wel veel, nou ja, niet heel veel. Maar er zijn wel een aantal paarden in deze soort kleur. Maar goed, dat was de paardenmarkt. Want die heb ik tijdens de... oh, fuck. Update check al laten zien. Nu gaan we naar Dundel, want daar wacht echt de hele gangclub wacht op mij. En ja, we gaan even met de trailer, want anders duurt het een beetje lang. En kijk, mijn starcoins, ja. Oh ja, en ik heb best wel lekker veel Jorvikslingen, omdat ik echt veel highscore races doe. En ja, dat vind ik leuk. Want ik ben er ook best wel goed in. Als je met je IJslander van level 15, bijvoorbeeld... nee, wacht. Als je met een pony van level 15 met het allerbeste setje de ponyrace gaat doen,
dan kom je al best wel snel op de eerste plaats. Ik sta daar niet eerste van de week, want dat is Tindra. Want die heeft mij toen ingehaald met echt 0,2 seconden ongeveer. Maar dat maakt verder niet uit, denk ik. En we zijn in de nul. Want ik heb wel gewoon vaak de hoogste highscore. En laat mij zien wie hier allemaal staat. Oké, Alva staat hier, Lily staat hier en Caitlin staat hier. Hallo. Paardje kopen. Ga maar raden welke. Raden. In één keer. Woehoe! Let's do this. Ik ga je kopen, leuk hè. Oké, ik vind het, het is zo lang geleden dat ik een paard heb gekocht. Even op zoek naar winter. Waar staat de W? Waar staat de onderste W altijd? Dat weet ik nooit. Oh, hier winter. Diamond. Winter diamond. Ik heb winterdiamond. Oh mijn god, dit is zo leuk. Ik heb dit zo erg gemist, jongens. Paardjes kopen. Oh ja, en er is een speciale aanbieding voor. Ik heb... er is een speciale aanbieding voor Starcoins. Maar die mocht ik niet kopen. Want het gaat natuurlijk nog niet zo goed. Nog niet zo goed met school, maar ja, dat maakt verder niet heel veel uit. Want daar is wel een speciaal iets voor bedacht. Dus misschien in de zomervakantie dat ik wel Starcoins en Starrider mag kopen. Maar in ieder geval geen lifetime, want ja, dat vond ze toch weer niet zo'n goed idee. Het duurt allemaal weer langer, maar dat maakt niet uit. We gaan weer. Het is zo leuk. Wie ga ik even wegdoen? Oké, dag Daydream. Oh my god! Oeh, ik heb winter diamond, ja! Ik kan het niet geloven. Eventjes dit afdoen. Eventjes. Mijn hart, jongen. Die gaat echt boom, 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 boom. Oké. Winter diamond! Oh mijn god. Ik heb je. Oh! I love you. Oh my god, oh my god. Oké. Ik ga eventjes Lucky Dancer setje opdoen, denk ik. Of. Rood staat zo leuk. Weet niet. Oké, wacht. Ik ga eventjes. Ik probeer er zo min mogelijk van te zien, want anders is het niet leuk. Ik ga eventjes kijken of ik een bepaalde kleur... Oh mijn god, blauw is zo leuk. Ik ga blauw doen. Deze is nog leuker. Oké, ik doe deze. Oh. Ja, alles staat op kleurvolgorde. Dat is best wel irritant, maar ook wel goed. Even zoeken, zoeken, zoeken. Deze is wel leuk, maar deze hoort er eigenlijk bij. Ah, deze is beter. Oké. Gewoon een zwart zadel. Even kijken. Body protector. Ik bedoel body warmer. En dit is hem dan. Winter diamonds. Oh my god. Oké, ik ga naar buiten. Want dan kunnen mijn mensjes van de club... Oh. Kunnen dat dan ook zien? Ja, wat jullie zagen, dat is een of andere reclame of zo. I don't know wat het precies is. Oh my god! Ja!
Dit vind ik zo geweldig. Ja. Kom gangen bekijken in Rijhoog. Zo leuk. Oh, hij gaat nog best wel snel. Ik heb zelf nog niet, maar ben fan van Connemara's. Ja, oké. Dit is zo leuk. Ik heb een Connemara. Ja. Zo leuk. Jee. Oké. Gaan we eventjes... Dit gaat zo goed. Gaan we eventjes... En ik ga er even achter blijven, want anders zie ik alles. Oh, dat is niet leuk. Oké, here we are, in die rijhal. Oké, ik doe even close chat, gaan we kijken. Gewoon het perfecte paard voor mij, jongens. Helemaal geweldig. Kijk dat voorplukje dan. Oh, dat is zo geweldig! Oké. Het is zo leuk. Wee! Ik ben zo blij. Oh my goodness. Ik ben zo blij. En, hoe heet het? Even kijken. Lily gaat ook een paardje kopen. En daar ga ik dan ook eventjes heen, want dat is wel zo lief. Omdat zij ook met mij meeging en toen had ik beloofd dat ik ook naar haar toe zou komen. Dus we gaan even naar Vildeel, want ze gaat een Noordzweet kopen. Vandaar ook deze titel, Lily en ik gaan een paard kopen. Even kijken. Waar staat die? Ja. Rip mijn Yorkslingen. Ik had er net zoveel. Ja, ik heb er nog steeds veel. Ik bedoel. Oké, people. Hier ben ik weer. Ben ik hem veel even uit. Maar wat ik dus zei. Vandaar dat deze titel. Deze video heet. Lily en ik gaan nieuwe paarden kopen. En ja. We zijn in Vildeel. En. Ik denk dat ze de Palomino gaat kopen. Gewoon om mij te pesten of zo. Maar we zijn in Vildeel. Oh, Anna gaat ook paard kopen. Oh, rip. Ik ga zo via deze als tweeling paardje kopen. Leuk. Oké. Ik denk dat we hier heel even gaan wachten op Anna en Lily. En dan zie ik jullie zo meteen. Oké, Lily is gearriveerd. En ze gaat de Palomino kopen. Ja, ik had het goed. Kijk hoe nice Lily. Kijk, ik heb een Connemara. Oh yeah, zo nice. Anna is er nog niet. Ja, dat. Dat zie ik. Oké. Ik ga eventjes kijken. Tot wanneer. Oh my god, hoeveel starkers heb ik eigenlijk over? Oh my god, zo weinig. Maakt maar niet uit. En ja. Ik ga trouwens ook die ene Amethyst song, die Shire van mij, ga ik ook eventjes, hoe heet het? Hernoemen naar Big Guardian. Dus als jullie mij in de volgende video
door stal zien rennen met een Big Guardian, dan heb ik dus zijn naam veranderd. Ik ga toch nog even kijken in Fort Pinta. Oh my godness. Oké, mensen, ik ben zo terug als Lily eindelijk een keuze heeft gemaakt en als Anna er is. Oké, mensen, ik bedacht me net. Nu we hier toch even op Lily wachten, kan ik even kijken bij de paardenkapper. Ik denk niet dat ik het ga veranderen, want ik vind dat plesje gewoon te schattig. Maar we kunnen wel even kijken. Dit is zo slecht nog niet. Maar er zit een inkant en bij een ander paard, ik weet niet precies welke, zit hij aan twee kanten. Dat vind ik echt best wel gek. Oh, deze zit aan twee kanten. Oh joh, wist ik helemaal niet. Maar kort vind ik niet, ja, het kan op zich wel, maar ja, het is niet zo mooi. Oké, knotjes. Oh, dat kan nog wel, eigenlijk. Maar ik denk niet dat ik hem ga doen als dressuurpaard. Want, ja. Zo, hele volle staart opeens. Want, ja, dat vind ik niet zo mooi. Is deze wel aan twee kanten? Nee, deze ook niet. Oh, dat vind ik echt heel raar. Maar ik ga de manen gewoon houden zoals ze zijn. Want ik vind ze schattig zoals ze zijn. Oh, cutie. Ik ga zoveel foto's van jou maken, schatje patatje. Oké, schimmel is blauw, hè? Oké, coming. Oké, ik ga toch weer Urk slingen alsnog weer verspillen. Want, ze gaat toch weer die ene met schimmel op zijn buik kopen. Maar, maakt op zich niet zo heel veel uit. Maar ik dacht dat ze echt zou wachten totdat Anna er was. Maar, blijkbaar niet. En ik ben met niemand aan het skypen. Dat heb ik nog niet gezegd. What the fuck? Ik ben met niemand aan het skypen. Omdat, het is, even kijken. Het is 10 uur. En ik wilde graag zo vroeg mogelijk mijn paard kopen. En ja, vanaf het begin van de aflevering zien jullie mij best wel donker, geloof ik. Dus ja. Oké, here I am. Kijk, een schimmelbuikpaard. Kijk dit. Dit is toch gewoon... Oké, sorry, maar ik vind het nog steeds schimmel. Maar ja, dat moet ze zelf maar weten. En ja. Go, go. Kopen, 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 kopen. Echt zo. Kopen, 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 kopen. Oké. Oké. Ik heb trouwens het idee alsof deze video een klein beetje langer duurt dan normaal. Maar dat maakt niet uit. Want ja... Ik heb ook wel een paar stukjes uitgeknipt, maar eerlijk, het maakt me echt geen ene donder uit. En Anna is ingelogd. Yay! Anna is er. Yay! Oh, hoe loopt hij achteruit? Zo schattig! Oké, Oh, dat is Anna wel. Yay! Kijk! She is gonna see me. Ja! Ik heb de Connemara. Ja! Oh, poep. Die update is echt zo kut. Ja! Oh, wow, wacht. Stijgen een klein beetje hetzelfde. Niet helemaal, maar een klein beetje. Ja. Oké, Lily is een paard aan het komen. Fireflame, zegt ze. Leuk. Serieus, die paardennaam had ik echt al van het begin van Star Stable in mijn hoofd. Maar ik heb hem nooit gebruikt. Maar maakt niet uit. Winter Diamond. Oh wow, dat ziet er echt heel epic uit dit.
Oh ja, en er komt binnenkort ook weer een homestable tour voorbij, omdat ik mijn stal echt totaal ga omgooien. Nou ja, niet totaal, maar grotendeels ga omgooien. Want nu moeten er natuurlijk... Yay, yay. Oké. Ik ga de hele tijd heen en weer... Rip me jorwikslinger. Veel doel. Deze video duurt echt lang. Gelukkig versnel ik ook stukjes. En haal ik stukjes uit. Maar ja. Dat krijg je ervan, hè. Zo slecht gepland. Nou ja, niet slecht, maar... Ja. Als iedereen op hetzelfde moment een paard wil gaan kopen. Ja. Volgens mij gaat Anne dan wel weer de Palomino kopen. Maar misschien ook niet. Nee, ze gaat, gaat ze de zwarte nou kopen? Ze gaat de zwarte kopen. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sail, I'm the master of my sea. Oh, from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the...
Bedankt allemaal voor het kijken van het kopen van onze lieve paardjes. Ik ben nu aan het skypen met Anna, Lily en Alfa, zodat we die leuke trucs konden doen. En ik wil jullie bedanken voor het kijken. Vergeet niet te liken en te abonneren. En tot in de volgende video. Doei! Doei! Doei!